Scènes uit een huwelijk. Ik moet je wel bekennen, Tieneke, ik ben je voornaam vergeten. Geeft niks, Theo. Ik heb de jouwe nooit geweten. Theo, je zet altijd als ik loop de stofzuiger de thermostaat op 32. Waarom doe je dat toch? Ik zweet mijn ongeluk. Ja, dan ben je tenminste een keer wel vochtig. Nee hoor, papa vindt je helemaal niet lastig. Papa vindt je heel lief. Weet jij wat je met je volgende verjaardag krijgt? Een elektrische kinderstoel. Kinderen, ik wil sterven. Jongens, vader wil sterven. Vlug de hakbijl voor hij ze bedenkt. Ik ga nu voorgoed bij je weg, Tieneke. O, schat, neem dan voor mij een pakje Camel Filter mee. Tieneke, mag ik je kutje likken? Mijn kutje likken, er staat verdorie nog een hele afwas. Dat laatste heb ik uit eigen ervaring. Ik zeg het er maar even bij, want de mensen willen altijd graag weten of iets autobiografisch is of niet. Die reis daar straks, dat lied daar straks over die reis naar Zwitserland was van A tot Z verzonnen, want ik heb geen rijbewijs. Ik zakte voor mijn rijexamen toen de examinator doorkreeg dat er bij een snelheid van boven de 30 kilometer mijn ogen het tempo niet meer bij konden poten. Wel kreeg ik een certificaat dat mij machtigde tot het duwen van een winkelwagentje. Dus Zwitserland was niet autobiografisch, maar die leuke grap over de afwas moeten doen in plaats van te mogen beffen, die was wel autobiografisch. Zou me tegenwoordig niet meer overkomen. Gelouterd door de ontberingen van de Poolnacht ben ik een flinke jongen geworden, maar vroeger was ik een pantoffelheld. Wat zijn pantoffelhelden? Pantoffelhelden zijn mannen die hun vrouw voorlezen uit de opzij. In de hoop toegang te krijgen tot hun gleuf. Uiteraard met zo'n lang voorspel dat ze hun jeugd voorgoed achter zich laten en met een naspel als een grijze haar over me krijgen. Vroeger was ik zo'n type. Ik was een figuur die al maar de afwas deed, de vuilnisbak buiten zette en elke zaterdag meehobbelde naar de IKEA voor alweer een nieuw leuk bijzettafeltje. Of voor een nieuw bed dat ze alleen maar kocht om nog dieper te kunnen slapen. Het is allemaal verleden tijd. De afwas, de vuilnisbak, de bijzettafeltjes van IKEA. En ook Tieneke zelf. Tieneke is na mij in zee gegaan met een echte macho. Toen was ze nog verder van huis. Voor vrouwen is er dus geen hoop. Er is een tijd geweest dat ik ontzag had voor macho's. Dat was toen ik zelf een rol pepermunt nog beschouwde als snoepgoed. Maar toen wist de macho's al te vertellen dat je hem niet moest opeten, maar in je broekzak moest steken bij het dansen. Dan vielen de meisjes vanzelf met hun benen wijd achterover. Toen ik dat een keer uitprobeerde, vroeg het meisje alleen maar of ze er ook een mocht. Inmiddels ben ik erachter dat macho's nog veel grotere zielenpoten zijn dan ik, want wat is een macho? Een macho heeft zo'n armzalig gevoelsleven dat hij alleen zijn tranen bijna niet kan bedwingen als hij een spelletje stratego verliest van een vrouw.